goede plaats, zeg hij. Heller & Folly en hun project en Ultra Flava zag je bij Veronica Tracks. Nu even iets anders, want afgelopen week werd bekend dat jongeren steeds minder blijken te lezen. Oorzaken daarvoor zouden zijn dat er veel meer tv gekeken wordt. Yes. Maar er wordt ook met een beschuldigende vinger naar de nieuwe media gewezen. Gisteren zag je daar nog een klein voorbeeldje van in Veronica Tracks. Weer anderen denken dat het generatieconflict de oorzaak is. Tot voor kort waren er nauwelijks schrijvers die schreven over dingen die jongeren bezig hielden. Ze schreven over zaken die jongeren juist niet bezig hielden. Al een tijdje lijkt er een hele grote nieuwe groep schrijvers in opmars te zijn. En daar ga je nu een stukje van kijken. We hebben het al verteld. Hij doet dat rappend. Zijn naam is Serge van Duinhoven. En hier is hij bij Veronica Tracks. De literatuur was de afgelopen jaren langzaam aan het vergrijzen. De oude bekenden bleven vrolijk boeken schrijven, terwijl er nauwelijks nieuwe schrijvers bijkwamen. De belangstelling voor literatuur liep dan ook drastisch terug de afgelopen jaren. 10 jaar geleden waren er bijna geen jonge schrijvers. Ik weet nog goed, op een gegeven moment was er een aanbieding om voor een jonge schrijver van onder de 26 om naar Amerika te gaan. Die kon dan 6 weken toeren. Nou, dan gingen ze zoeken in Nederland. Ieder Europees land mocht 1 jonge schrijver afvaardigen. Nou, in Nederland was het snel uitgezocht, want er was er maar 1 en dat was ik. Een van die nieuwe schrijvers is Serge van Duinhoven. Hij is 25 jaar en heeft inmiddels al 4 boeken op zijn naam staan. Samen met een groot aantal nieuwe, jonge schrijvers behoren ze tot de zogenaamde nieuwe generatie. Nou, ik denk dat het een nieuwe generatie is. Kijk, je kunt niet altijd over een nieuwe generatie spreken. En het woord is ook zo vaak gebruikt dat het bijna geen waarde meer heeft. Ik bedoel, het is een soort van reclameslogan geworden voor uitgeverijen. Nieuwe generatie of niet, Serge was 22 toen zijn eerste boek in de winkels lag. Dat was een poëziebundel.